Dit is de sportgeschiedenis van 12 september 2023. Fanny Blankenskoen is vandaag precies 75 jaar houder van twee baanrecords in de Kuip in Rotterdam. Op 12 september 1948 deed ze mee met de dames estafetteploeg 4x100 meter en liep zo 11.9 op de 100 meter. Een jaar later keerde ze terug in de Kuip en liep 11.8 op de 100 meter en is zo 75 jaar lang houder van twee baanrecords. De 100 meter en de 4x100 meter. Fanny Blankenskoen. Dat zal ze ook blijven, want sinds 1949 wordt er niet meer aan atletiek gedaan in de Kuip. Zodoende, Foekje Dillema sinds 1949, baanrecord 200 meter. Wim Slijkhuis op de 3000 meter, baanrecord de Kuip. En Tinus Oostendarp ook een baanrecord op de 100 en 200 meter, maar na de oorlog veroordeeld wegens collaboratie. Hier Foekje Dillema en Fanny Blankenskoen nog één keer samen in de Kuip in 1949. Dit verhaal kun je ook lezen op sportgeschiedenis.nl en vergeet natuurlijk niet te doneren.